Ik ben Floyd. Olé! Ik ben Erik. En dit is podcast De Luiten. Jullie zijn het helemaal. Henk Vos. Van Loenhout schuift hem binnen en daar is de 2-0. En onze harten diep. Penalty Gerry Voets. Jullie zijn het helemaal. Oranje jongens uit Roosendaal. De club van wel en wee. Is de sensatie die ze weerga niet kent. Doet ook dit jaar weer mee. RBC blijft behouden voor het betaalde voetbal. Een heel hartelijk welkom bij deel 2 van ons gesprek met John van Loenhout. We gaan snel weer terug naar het stadion. En Erik, die pikt het seizoen weer op, net voor de na-competitie. Dus het seizoen loopt op zijn einde. Volgens mij was de laatste thuisstrijd thuis tegen Heracles. 2-2 of 1-1, een gelijkspel. En 2-2, hè? Ja, scoorde ik 2-2 nog. En net voor tijd. Hey, ja, nou iets zegt. Was dat niet aan de kant van de Volta? Ja, oh, ja. Dat is toch mooi? We worden hier gewoon even feitelijk... Ja, dat vind ik wel mooi, Floyd. En ik moet zeggen, ik had zelf toen zoiets van... Nou, we hebben een mooi seizoen gehad. Er komen nog een paar wedstrijden aan, maar... Wow, dit was het wel zo'n beetje. En dat hadden veel mensen. Dat bleek ook uit het feit dat wij... dat er eigenlijk maar 1500 man was... die eerste wedstrijd in de na-competitie tegen Excelsior. Dat was zonde. En we hadden het net al even over de thuiswedstrijd tegen Excelsior in dat seizoen. De uitwedstrijd hebben we toen ook, toen niet gewonnen... dat werd volgens mij 4-2 of zo, met een goal van Redan nog. En ja, snelste goal was dat volgens mij toen. Ja, klopt. Ja. Klopt. En dat was mijn carnaval. En, dus we moesten tegen Excelsior en dat was geen misselijke ploeg, zeiden we net al. Ja, wat je zegt, ik denk, Roosendaal geloofde er niet echt in, denk ik. Er waren inderdaad maar 1500 toeschouwers. Die wedstrijd ken ik zelf niet zo heel veel meer van herinneren. Ik weet wel dat Redan, Iwan, die scoorde de 1-1. Ja. En daar bleef het ook bij. Dus de eerste was gelijk. En toen hadden wij... dat was gewoon 1-1. We wisten ook niet waar dit zou eindigen, zeg maar. En toen... van de wedstrijd zelf ken ik me niet heel veel. Volgens mij was het ook niet zo'n goede wedstrijd van ons. Maar, nee. Ik wel een heel achteraf een heel belangrijk punt. Ja, zeker weten. En onder leiding van John Lammers, hè? Ja, die stopte toen en die werd ook assistent van Robert. En Robert was toen die dag niet. Nee, die was geopereerd volgens mij. Ja, ja, dat weet ik nog wel. Ja. Want toen jullie aan de na-competitie begonnen, spraken jullie toen ook echt na elkaar uit van... Hey, wij willen gewoon promoveren. Wij willen die na-competitie gewoon winnen. Want je zat niet in een misselijke pool met Excelsior, Cambuur en Zwolle. Ja, ik denk dat we in de moeilijkste pool zaten. En tuurlijk, je gaat erin van je wil promoveren. Want anders, daar hebben we... Maar in het begin hebben we dat niet echt zo uitgesproken. We hebben wel gewoon... We kijken hoe het gaat. En over 3 wedstrijden, als de helft is gespeeld, dan kunnen we wel zien of... meedoen of we afhaken, zeg maar. Ja. Jij refereerde zelf al aan het feit dat voetballers misschien best wel egoïstisch zijn tijdens hun carrière, hè, zonder dat ik dat negatief bedoel. Jeffrey Koistra speelde toen niet, hè, tijdens de na-competitie. Dat was voor RBC wellicht een aderlating, maar voor jou bood dat ook een onwijze kans. Nou, ik heb met Jeffrey, ook al was Jeffrey fit, ik speelde altijd. En Jeffrey ook, ik kon met hem heel... Ik vond het heel jammer tot hij geblesseerd was. Want Jeff was gewoon een hele goede speler voor ons. En dat was wel jammer. Alleen, ik ging toen naar 10. Ja. Ik ging toen op zijn positie spelen. Normaal speelde ik op 8, zeg maar. Ja, 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 zo was het. Nou, oké, dus de eerste wedstrijd is achter de rug. Het begint met een gelijk spel en op de tribune heerst er zoiets van, nou oké, ja leuk, maar... Hè. En dan komt die uiterstrijd tegen Zwolle. Ja. En ik heb een lief ding over voor de beelden van die wedstrijd. Die kan ik nergens vinden. Ik was er wel bij. En jij maakte daar 2 goals. En toen wonnen we daar. Ja, ik weet nog, wij kwamen aan het stadion en Zwolle was denk ik de favoriet om te promoveren. Want die werden op een HNA geen kampioen en die waren ook ongeslagen thuis. Die hebben volgens mij alles gewonnen thuis. En toen kwamen wij daar allemaal slingers, ballonnen, helemaal een band was er volgens mij om even RBC opzij te zetten.
Maar wij speelden vanaf de eerste seconde daar echt geweldig, moet ik zeggen. Mooie, goed combinatievoetbal. En kwamen 1-0 voor door een doelpunt van mij. Een slimme goal door de spelers benen en de keeper stond helemaal vast. Dus die kon, daar heb ik heel veel met Jeffrey over gesproken. Die deed dat heel vaak. Dus die zei altijd, John, als je naar binnen komt, kijk naar de benen van de verdediger. Als die open staat, hoef je helemaal niet hard te schieten. Dan gaat als de keeper staat vast. En dat was heel raar. Ik kreeg die bal en ik dribbel naar binnen. En ik wacht gewoon tot zijn benen opgaan. Ik schoot hem helemaal niet hard, gewoon in de korte hoek. En de keeper was Timmer volgens mij. Ja. Die stond helemaal vast, die kon niks meer doen. Dus dat was wel na de wedstrijd wel een dingetje tussen ons. Volgens mij hadden we ook nog wel contact toen ik scoorde op de tribune waar die zat. Dus dat was wel stukken in leren van een beetje ervaren mensen. Zijn er wel details om aan te smullen, Floyd, of niet? Ja, dat was wel dit zijn mooie dingen. En ik vind het ook mooi dat John die details weet, hè, zo lang nog. Nadat het zich plaats vond en ook wel een beetje zo van ja, toen scoorde ik twee keer, toen scoorde ik ook en toen scoorde ik ook. Je scoorde wel veel, hè? Ja, en vooral die wedstrijden weet je ook nog. Ja, ik heb toen dat seizoen, ik werd zo wel een paar keer topscorer van EBC, alleen dat seizoen scoorde ik 16 keer in de competitie. Als middenvelder is dat natuurlijk gewoon heel veel. En dat was voor mij een heel goed seizoen, maar mede ook door die jongens die erbij kwamen. Gewoon ook door de club, door Maaskant, die gaat jou ook, ze maken je belangrijk. En als je dat bent, dan krijg je veel vertrouwen en dan krijg je gewoon veel meer. Dat is gewoon zo. Ja, en dat bleek toen jij aanlegde voor de 1-2 in Zwolle. Ja, dat weet ik ook nog. Er was een corner volgens mij van Zwolle. En Siep die pakt hem. Of een ingooi, dat deed hij ook vaak. Als ze verre ingooien, die kwam gewoon helemaal tot de 16. Dus als er een hoge bal komt, dan wist je, ja, Siep heeft hem wel. En hij schoot hem heel snel uit, dat weet ik al. We stonden echt toen even onder druk. En Timmer, die haalde de bal op, zeg maar, om niet uit te laten gaan. En die speelt de verdediger in. En die gaat onder zijn voet. Dus ik kom vanuit mijn eigen helft en ik ben denk 2 meter over mijn eigen helft en ik zie Timmer uit zijn goal staan. Ik schiet hem in 1 keer over hem heen. Ja. Is dat de mooiste goal die je ooit gemaakt hebt? Nee, maar wel een hele belangrijke en een fantastische goal. Ik weet ook wel toen we die echt met ook heel de bank gevierd hebben, zeg maar, met z'n allen. Dat was wel echt een mooi moment voor allemaal. Ja. Gaf misschien ook aan dat het in die groep ook, dat het echt een hechte groep was, dat je met elkaar viert. Ja, we waren sowieso heel hecht met elkaar. Dus, en ik denk dat ook... we daardoor gepromoveerd zijn. Ja, dat zou best eens kunnen. Toen die bal jouw voet verliet, wist je toen die zit? Ja, toen je weet gelijk ook als je een vrije trap schiet, of als die van je voet vertrekt, dan weet je al, hij gaat erin of wordt een goede bal. En dat was. Maar je doet dat in 1 keer. In 1 keer, ja. Je denkt niet van die bal, kom maar, ik ga hem even tot je dat bedacht hebt, zeg maar. Dat overkomt je gewoon. Ja. Ja. En, ja. Ja, geweldige goal. En ik denk inderdaad ook als je terugkijkt, die overwinning in Zwolle, dat was wel het begin geweest van de hele, hoe zou ik zeggen, de gang naar de Eredivisie. Ja, die wedstrijd heeft ons echt een boost gegeven dat we daar wonnen en ook terecht gewonnen hadden. En ik weet nog goed, mijn broer was in Barcelona. Die zei van, even kijken wat ze gedaan hebben. En... hij zei, 2-1 gewonnen. En die zijn zelfs een dag eerder naar huis gekomen om die wedstrijd thuis tegen Cambuur erbij te zijn. Wauw. Ja. En die wedstrijd, we hebben dat ook met Maaskamp besproken, dat is misschien wel de vetste wedstrijd waar ik bij ben geweest. Ja. Wat een ongelofelijke wedstrijd was dat. Ja, je merkt het ook gelijk, want het stadion zat helemaal vol. Het was helemaal uitverkocht. In 1 keer. Ik denk, waar komen die mensen vandaan, joh? Ja, je merkt het ook, de weg daarnaartoe naar die wedstrijd tijdens trainingen. Tot de hoor je van, nou, het is helemaal uitverkocht, hoor, dit en dat. Dus ja, dat was ook wel mooi. En Cambuur hebben we echt helemaal weggespeeld, die wedstrijd. Dat is ongelofelijk. Er staan beelden van op YouTube. Beide ploegen. Zowel RBC als Cambuur zijn nog ongeslagen in hun pool in de nacompetitie. Ze hebben evenveel punten, ze hebben zelfs hetzelfde doelsaldo. Dat betekent dat de eventuele winnaar vanavond uiteraard alleen aan de leiding gaat in pool B. Bij RBC is de belangrijke man John van Loenhout. Hij scoorde al 2 keer. Het zijn zijn laatste wedstrijden voor de Roosendaalers, want hij gaat naar RKC Waalwijk.
De nummer 10 bij Cambuur Leeuwarden heeft ook al twee keer gescoord in deze nacompetitie. En hij heet Sandor van der Heijden. Van Loenhout. En dan was weer goed gespeeld. Er zit veel en goed voetbal in de ploeg bij RBC. Van Helmond knalt tegen een Fries op. Van Galen. Van Loenhout. Ja, natuurlijk met het linkerbeen. Dan is het Ferrier die in de weg staat. Dan Brunswijk, hard voor, dan komt er net niet aan. Hij stond ook nog eens buitenspel. Cambuur heeft afgetrapt voor het begin van de tweede helft. Eens kijken of de ploeg uit Friesland wat minder mat speelt dan in de eerste helft. Dan beginnen ze in ieder geval voortvarend met Goudmijn. Het afleggen van de Heide schiet over. Concluderen dat dit eigenlijk de beste aanval van Cambuur is in deze wedstrijd. Hertog, Marcel van Helmond. Papa, Utrecht. Het inzicht was er bij Stassin die doorgaat, de centrale verdediger. Dat hebben we in de eerste helft ook een keer gezien. Toen was het Helmonds en dan Redan met de kans. De Cambuur komt goed weg. Met name ook door de sliding daar van Scharburg. Gevaar nog niet geweken. Redan met de kans. Redan die schiet naast, maar de vlag is al lang en breed omhoog vanwege buitenspel. Van Helmond. Helemaal vrij. Redan op de lat. En dan de hoekschop uiteindelijk via Rook. De beste kans in deze wedstrijd. Halverwege de tweede helft. De vrije trap is helemaal goed van Helmond. En wat staat hij vrij? Arwen Redan. De rol is kansloos, maar de lat redt Cambuur. De fout is er van Loontjes. Van Galen. Van Galen in het 16 meter gebied. De voorzitter nu dan Redan. Ja, daar is hij. En hij is 100% verdiend. Arwen Redan. Brengt RBC Roosendaal op 1-0. Hij doet dat in de 70ste minuut. En het Brabantse publiek krijgt wat het wil. Dat geldt ook voor hem, Robert Maaskant. Want RBC speelt gewoon veel en veel beter dan het slotpresterende Cambuur. De fout is er van Robert Loontjes. Van Galen is groot, maar is ook snel. Speelt de linksback van Cambuur uit en geeft de voorzet op maat. En rit dan uit de rug van Magozen. Schiet de 1-0 binnen. Van Loenhout, geen buitenspel. Daar kun je je twijfels bij hebben. Nou, dat is de beslissing. Jouw Van Loenhout schuift hem binnen. En daar is de 2-0. Kat in het bakkie voor RBC Roosendaal. Want met nog 13 minuten te spelen blijkt Van Loenhout de definitieve nekslag uit te delen aan Cambuur Leeuwarden. Het is de derde treffer alweer in de nacompetitie. Daar de paas van Helmonds. Het leek op buitenspel, maar de vlog blijft naar beneden. En dus blijft het fluitsignaal weg. Van Loenhout kapt de rond uit en maakt het zelf af. Had een assistentie van Heerkes. En zo staat het 2-0 voor RBC Roosendaal. En dat is, anders kun je niet concluderen, een verrassing. Redan. Geen buitenspel voor Heerkes die de bal op maat meekrijgt. Heerkes kapt Van Galen. Nou, wie maakt hem af? Niemand. De rond voorkomt dat de inzet van Hertog in het doel belandt. En dan schiet Van Loenhout over. Maar 7-8 kansen voor RBC. En een halve voor Cambuur geven het verschil aan in deze wedstrijd. Afgelopen weekend. 4 minuten van tijd. Bedankt Van Helmond. Het Roosendaalse publiek voor de steun. Hij gaat lachend van het veld. Wat wil je met die 2-0 voorsprong? En zijn vervanger met nummer 16. Gijs Kalers. Jullie waren toen echt, ja, niet om te slijmen, maar jullie waren echt heel erg goed die wedstrijd. Ja, de wedstrijd waren we echt, echt goed. Cambuur, ik denk dat ze bijna niet op goal geschoten hebben. Die, nee. Verdedigend was perfect. Middenveld, aanval, iedereen was gewoon in vorm. En we wonnen met 2-0. Redan scoorde en ik scoorde toen. Ja. Ja. Wanneer hadden jullie nou, was dat voordat je Cambuur kreeg of was dat daarna? Wanneer hadden jullie nou voor het eerst zoiets van, hey, wij gaan promoveren hier? Na Cambuur. Ja, ja. Ja, want die wedstrijd, de beelden staan op YouTube, die staan ook op ons kanaal, Floyd. Ik denk dat RBC wel gewoon 7-8
uitgespeelde kansen. Ja, was echt. We speelden toen. Toen speelde iedereen gewoon heel sterk. Ja. Ja. En op een gegeven moment, volgens mij Van Galen die doorbrak, breed en Redan, ja. 1-0. Zeg maar aan de overkant van de Voltersite. Ja. Ik was toen in de rust van de ene naar de andere kant gelopen. Dus de eerste helft speelden jullie richting de Volta. Ja. En toen ben ik tweede helft achter de andere, dat kon toen, achter die andere goal gaan staan. Dus ik had ja, vrij zicht op die goals. En ik weet nog goed, jij werd weggestuurd, ik denk door Hertog. Ja. Jij ging op die keeper af. En ik dacht, schieten we nou in? En jij besloot om gewoon nog even om die keeper heen te gaan. Ja, ik weet nog wel. Ik zag volgens mij Heerkens naast hem staan. En ja. Ik dacht, ik kon hem ook breed geven. Maar er kwam er toch nog eentje bij. En toen besloot ik om gewoon de keeper uit te spelen. En aan hem binnen te schieten. Ja. 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 En Floyd, de luiten, die zinderde. Ja. Ik had dat in mijn periode nog nooit gezien. Het was sowieso natuurlijk uitverkocht, maar ja. Die in één keer dat ja, Floyd jongen, ik godverdomme, als ik dat toch nog, als ik daar nou nog 1 minuut, gewoon 1 minuut, dan zal ik het daarna vooral op mijn mond over houden. Maar dat was zo. Jij was er ook bij, toch? Zeker, zeker. Nee, inderdaad. Ik vond die wedstrijd waar we dan hiervoor over spraken tegen NAC, hè, dat was ook uitverkocht. Zeker. En dat vond ik ook wel echt ook zo'n avondwedstrijd was prachtig. Maar deze wedstrijd, die hele na-competitie, was inderdaad het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt op voetbalgebied sowieso, als RBC-supporter en als Roosendaler, moet ik eerlijk zijn. Die wedstrijden waren hartstikke mooi. En dat Cambuur, ja, dat vind jij de mooiste wedstrijd? Ik moet eerlijk zeggen, dat was ook toen het echt gewoon feitelijk zo was. En die uitwedstrijd naar Woudenstein, Excelsior, vond ik de mooiste. Want het was ook met ik weet niet hoeveel bussen richting Rotterdam. En daar was ik echt, daar heb ik mezelf ook verloren. Ik heb na dat laatste fluitsignaal echt gewoon jankend, ben ik bij mijn beste maat in zijn armen gevlogen. En dat was voor mij wel echt dat ik dacht, dit kan niet. Dit kan niet. Die Excelsior uitwedstrijd, die was voor mij wel de mooiste. Ja, dat is ook een beetje per persoon verschil natuurlijk. Maar wat ik zo mooi vond aan die wedstrijd tegen Cambuur was ten eerste dat we gewoon de Eredivisionist. Dat was de Eredivisie toen, hè? Ja. Ja. Die hadden we gewoon echt op de pijnbank. Maar het ik had na die wedstrijd voor het eerst het gevoel van het kan. Ja. En heel veel mensen hadden dat. Want Excelsior thuis, ja, 1-1. Dat vond ik al een goed resultaat tegen zo'n goede ploeg. Uit bij Zwolle win je met de fantastische goal van Johnny of 2. Maar dat kun je dan nog afdoen als toevalstreffer. Maar ja, toen we thuis gewoon zo overtuigend van Cambuur wonnen. En Marcel van Helmond rondliep met een pion op zijn hoofd. Toen dacht ik, ja, maar we zullen toch godverdomme niet gaan promoveren hier. Drie speelt, 7 punten, hè? Ja, ja, ongelooflijk. En er werd ook gewoon, zeg maar, van Helmond, Maaskant, die spraken allemaal gewoon openlijk over wat als we zouden promoveren. En jij hebt een interview afgegeven aan SBS. Gaan we eventjes naar luisteren en dan kunnen we daarna eventjes op terugkomen. Ja, Zwolle, ja, daar hebben we ook terecht gewonnen. En Cambuur, ja, die hebben bijna geen kans gehad. We hebben ze gewoon echt 90 minuten bijna onder druk gehouden. En we hebben gewoon terecht gewonnen. Ja. Het is gewoon ongelooflijk hoe wij een Eredivisie ploeg zo wegspelen. En eigenlijk heel makkelijk. Nu ga je zelf weg. Je gaat van RBC naar RKC. Je speelt in ieder geval Eredivisie. Is dat een heel mooi afscheid, promotie? Ik denk dat je geen mooie afscheid kan nemen als dit zou gebeuren. Het zou voor mij echt fantastisch zijn. Ik heb hier 12 jaar gevoetbald. En als je zo afscheid kan nemen, ja, daar heb ik gewoon geen woorden voor. Het is fantastisch. Hoe gaan jullie vrijdag naar Leeuwarden toe? Oh, gewoon heel, heel relaxend en gewoon, ja, we zien wel wat daar gebeurt. Als we daar winnen, ja, dan zijn we er denk ik bijna. We gaan er heel relaxed naartoe en wij hoeven niet per se. En Cambuur die moet winnen, dus die zullen komen. En dan kunnen wij gewoon, ja, gewoon lekker ons eigen spel spelen. Lekker gewoon die bal laten lopen en we zien wel wat er gebeurt daar. Als jullie promoveren, wordt het dan voor het eerst carnaval in juni in Roosendaal? Ik denk als we promoveren, dan sta je Roosendaal op zijn kop. Ik denk dat het dan nog, dat is denk ik groter als carnaval, denk ik. Het is gewoon niet meer normaal als dat zou gebeuren. Het zou fantastisch. Johnny, tekent dat ook een beetje de onbevangenheid van die groep? Dat jullie gewoon voor de camera al een beetje speculeren over wat als we promoveren? Ja, misschien wel. Weinig mensen van ons team hadden dat nog meegemaakt. Alleen Marcel, denk ik, en Jeffrey misschien, maar voor de rest had niemand promotie meegemaakt, zeg maar. Zelfs na competitie niet. En iedereen was wel heel,
Ja, je beleeft eigenlijk een beetje in een flow. We zaten echt in een flow. Op trainingen deden we bijna niks meer. We deden echt heel rustig trainen. Want die wedstrijd die volgde elkaar heel snel op. Dus het was echt een rondootje, een beetje ja, weinig partijen meer. Want iedereen moet heel blijven. En ja. Goed, je verzorging. Ja, daar werd iedereen zat echt in de flow. Ja. En iedereen bleef altijd tot 5 uur kaart. Dus dat was ook wel een dingetje, moet ik zeggen. Wat speelden jullie eigenlijk? Klaverjassen of poker? Nee, bluffen. We deden bluffen. Dat was een heel snel spel waar je heel snel kon winnen, maar ook snel kon verliezen. Dus, ja, dat was, en dat ging om best wel soms wel eens om veel, maar... En die flow waar jij het over had, Maaskant refereerde daar ook aan. Dat gevoel had ik ook een beetje, hadden wij ook een beetje op de tribune, Floyd. En toen moesten we uit naar Leeuwarden. En toen stonden we binnen 10 minuten weer gewoon met 1-0 voor. Ja, Martijn. Ja. Volgens mij scoorde Martijn toen, ja, 1-0. En die wedstrijd speelde helemaal niet zo sterk, vond ik. Maar Cambuur had ook niet echt veel kansen. En ja, 1-0. En Cambuur die scoorde volgens mij in de 94ste minuut of zo in de blessuretijd. Anders was het gewoon bijna al gedaan. Ja. Ja. Ik weet dat daar hebben we het eerder over gehad, Floyd. Ik zat toen in het uitvak en ik liep in de rust naar boven. Daar zat mijn pa. En ik zei, wij gaan gewoon promoveren. 1-0 voor. Van der Woerd kreeg rood. Die had al geel. Op een gegeven moment kruiste Leonard van Utrecht. Die ging liggen. Twijfelachtig of het überhaupt een overtreding was. En Luijnke gaf hem rood in plek van zijn tweede geel. Dat heeft hem later nog 2 wedstrijden schorsing gekost. Waardoor hij die laatste 2 wedstrijden niet kon spelen. Maar jij was het kind van de rekening, zei je net, John. Ja, ik wist niet meer waarom. Maar nu schiet ik te winnen. Ja, toen we moesten iets doen. Een verdediger. En dan moesten een aanvallende speler af. En toen, ik speelde ook niet zo'n goede wedstrijd. Dus Robin Maaskant haalde mij eraf toen, ja. Wat zei jij? Je wordt bedankt. Nee, ik kon het wel begrijpen. Ja. Wij moesten die 1-0 vasthouden. En dat was gewoon voor een doel om te promoveren. Dus dan zul je niet zoveel. Nee. Nou, die 1-0 vasthouden, dat lukte ook heel erg goed. Cambuur kreeg ook nog rood. De rechtsbuiten die ging door op volgens mij op Brunswijk. Tot de 94ste minuut was het, denk ik? Ja, echt de allerlaatste bal. Het was volgens mij een vrije trap vanaf de net over de middenlijn bij ons. Die erin gegooid werd en die werd gemist. En eentje die schampt hem en die gaat er gewoon in. Ja, ja, dat was Michael Ferrier. Ja. Die kreeg hem op zijn achterhoofd en die bal die valt binnen. Anders waren we er eigenlijk gewoon geweest. Ja, dan was het al, kon het al echt helemaal niet meer misgaan. En ik weet wel dat enorme teleurstelling in de kleedkamer was. Ja? Was echt een enorme teleurstelling bij iedereen. Iedereen zat er echt wel een beetje doorheen. Omdat, je bent er zo dichtbij. En wat ons geluk ook was, dat die andere wedstrijden ook allemaal gelijk werden. Ja. Dus dat is natuurlijk ook, heeft ook voor ons meegespeeld, zeg maar. Ja, ja, want die teleurstelling zag je ook bij Helmonds na de wedstrijd. Die gaf een aanvoerderinterview aan SBS. En die was toen ook best wel kritisch, want hij zei, ja, er stond er bij ons eentje te slapen en hij valt binnen. En toen dacht ik, oei, daar zal in de kleedkamer vast over gesproken zijn, dat het echt onnodig was. Terwijl Maaskant, die zei weer, toen wij hem spraken, ja, ik ging de kleedkamer in of ik stond voor de journalist en ik zei, ja jongens, we hebben 1-1 gespeeld uit bij Cambuur. Het is een hartstikke goed resultaat. Ja. En dat vond ik dan ook wel weer moedig van Maaskant, dat hij daar zo naar durfde te kijken. Dus toen was het 4 gespeeld. 8 punten. Ja. En toen moesten we thuis tegen Zwolle. En ik heb geen moment het gevoel gehad dat goed ging komen. Had jij dat ook? Nee, heel de luid was gewoon weer helemaal vol. Ik geloof ook allemaal weer, toen hadden ze echt allemaal ballonnen en slingers, want die wedstrijd kon het gebeuren. En wij zijn eigenlijk geen moment in de wedstrijd geweest. Zwolle was beter. Kwamen 2-0 voor. Wij scoorden nog wel 2-1, die werd volgens mij onterecht afgekeurd. Volgens mij scoorde Van Helmond toen 2-1. Toen kwamen we iets beter in de wedstrijd. Maar we hebben geen moment. Zwolle die won terecht bij ons. Dat was ook hun laatste kans natuurlijk. En ik denk dat toch wel een beetje de spanning. Tot de spanning wel een beetje mee. Misschien is het wel heel goed geweest ook. Na de belangrijke wedstrijd tegen Excelsior. Ja. Dat dit gebeurde. Ja, want je had dan die buffer. Hè? Je mocht verliezen. Ja. Dan moest je daarna tegen Excelsior wel winnen. Die flow waar jij het over had. Was die toen weg?
Of was die er nog wel? Nee, die was er juist wel. Die was er juist de dag na de wedstrijd. Wij waren heel gewoon overtuigd dat wij sowieso één van die twee wedstrijden gingen winnen. Daar waren we zo van overtuigd van. We gaan ze pakken. En die flow is nooit weg geweest. Alleen, ja, je hebt wel eens gewoon eens een mindere wedstrijd. En ja, dat was gewoon die wedstrijd. Het had misschien ook met spanning te maken. Er stond veel druk op. En ja, daar hebben we toen ook over gesproken. En ja, dus wij gingen wel met echt heel veel vertrouwen naar... Ja. Ondanks dat er toch een paar jongens ook niet mee konden doen. Ja. Uiteindelijk speelde Verberne. Ja. Stassin. Stassin, die speelde, ja. Van Nieuwenhuizen. Ja, die keepte. Dus desondanks hadden jullie gewoon 100% vertrouwen van we gaan dit gewoon... Ja, absoluut. En dat bleef ook zo toen Mtiliga scoorde en Excelsior voorkwam. Ja, ik denk dat wij ook de dag van tevoren, toen kwamen in de kleedkamer van... wie kwam er toen? Volgens mij Paul van der Kraan was er volgens mij toen al. Die kwam, jongens, we hebben via een hotel geregeld tot we vanavond gewoon allemaal met elkaar slapen. Ja, toen zei iedereen van, nou, wij willen gewoon in ons eigen... Iedereen wou gewoon het liefst gewoon thuis slapen. Gewoon zijn eigen thuis voorbereiden. En dus toen hebben we anoniem gezegd van nee, we willen gewoon onze eigen voren gewoon thuis. En nu hoeft niet bij elkaar te slapen. Gewoon, dus we kwamen om 10:00 ochtends samen op de Luiten. En toen zijn we met de bus naar Berg op Zoom gereden. Zijn we daar in een hotel gaan zitten. En toen hebben we daar gewoon met elkaar gesproken. Hebben we gewoon met ik lag met Martijn op de kamer. Wij konden heel goed met elkaar over, ook in het veld. Dus, en Maaskant, die deed altijd ook allemaal briefjes, echt met briefjes onder de deur van je bent de beste, je moet man of the match worden vanavond, weet je, allemaal zulke dingen deed hij dan. En ook, toen gingen we met z'n allen eten, en toen hadden we wedstrijdbespreking en dat hebben we niet eens gedaan. We hebben geen wedstrijdbespreking gehad, die wedstrijd. Maaskant had gewoon heel groot op het bord gezegd geschiedenis, en dat was het. Ja, dat was echt heel bizar, ja. Dat is toch ongelooflijk voor het? Dat zijn toch mooie verhalen, dit? Ja, dat was echt gewoon... iedereen, hij gaf de opstelling en hij zei, ik ga niks zeggen. Het is gewoon geschiedenis gaan we schrijven. Dus Maaskant, die zei man of the match. En we kwamen wel 1-0 achter, maar... ik zal je eerlijk zeggen, ik stond achter de goal in het uitvak, Floyd ook. En bij ons zakte de moed wel een beetje weg. Maar jij loste eigenlijk de belofte van Maaskant in, want... nog voordat het rust was, stonden er 2-1 voor. Ja, we speelden eigenlijk gelijk vanaf het begin heel sterk. Martijn die miste een grote kopkans toen. Ja. En die had er eigenlijk al in gemoeten. En voor Helmons kopte nog een keer een corner op de lat. En we hadden wat schoten en Excelsior had ook wel wat kansjes. En toen was eigenlijk... de goals die ik veel gemaakt heb, gewoon, ik had altijd in mijn carrière een sterke spits nodig. Die gewoon, combinaties spelen aan Martijn, die was daar ideaal voor. En ja, die hield die bal vast en die legde hem af en ik schiet hem in de verre hoek de 1-1. En dat was wel gaf wel een boost aan ons, zeg maar. Ik zat een beetje in de baan van dat schot, echt zo om die vingertoppen van Carlo Lamy heen. Ja. Zo schuiven, zo shit. Ja. 1-1. En dat was gewoon geweldig. En, toen de 2-1 was gewoon een fantastische aanval. Met Gijs en Damien, denk ik. Ja. Met Damien. En Gijs, die heeft gewoon een goede voorzet. En dat was mijn eerste kopgoal in het betaald voetbal, ja. En wat voor een? Ja, het was een zweefgoal eigenlijk. Dus dat was, was een geweldig moment voor iedereen. Tegen draads ook, hè? Ja, tegen draads. En ook nog waar alle supporters stonden. Dus dat was helemaal geweldig. Dus toen gingen we met 2 in de rust in. Ja. Toen werden we wel eventjes gek op de tribune, Floyd, of niet? Ja, zeker, zeker. Nee, dat was een hele aparte ervaring, inderdaad. Ik was minder bezorgd over die wedstrijd toen we achterkwamen. Ik had echt wel zoiets van, nou zijn we zover, nou gaan we dat doen ook. Want Excelsior was niet de beste tegenstander in die hele, hele pool, in mijn ogen. Dus ik had er wel hoop in. Maar ja, wat er na rust gebeurde, dat was eigenlijk iets wat...
ik bedoel, het moest bijna wel gebeuren. Want aan de andere kant zou die wedstrijd nooit opgaan, denk ik, John. Nee. Wat was jouw idee? Toen je de tweede helft het veld op kwam lopen, dacht je van, we moeten echt nog aan de bak? Of is het zo van, we gaan dit lekker uitvoeren? Nou, we hadden wel zoiets van, we moeten echt volle bak gaan. En gelukkig scoorden we natuurlijk vrij snel die 3-1 van Martijn. Ja. Hey, dus dat was wel echt een moment voor ons van, nou, het verschil is 2, dus dat geeft altijd wel rust voor de ploeg. En toen scoorde Darwin natuurlijk de 4 en toen wist je van, nou, dat gaat nooit meer verkeerd. Nee, dat gaat echt nooit meer verkeerd. En hoe hij die maakte, ja. Ik heb het eerder verteld in de podcast, ik ben altijd fan geweest van Hertog. Ja, geweldig spelen. Wat hij dan net even miste aan snelheid, dat converseerde hij in die actie door die kapbeweging. Waar die twee man, dat was een goal, man. Jongen, het stond er 4-1 voor. Ja, 4-1 voor, ja. Dat was gewoon zo'n, toen wist iedereen van, nou, dat gaat nooit meer verkeerd, nooit meer verkeerd komen. En dat was... we bleven gewoon goed voetballen. Ook na die 4-1 Excelsior, die had de handdoek al gegooid. Dat merkte je gewoon. Ja. Die hadden ook geen dingen meer. Maar dat is denk ik ook het verschil een beetje. Excelsior heeft natuurlijk ook vaak gepromoveerd. Maar die jongens waren veel gehuurde jongens altijd. En daar merk je toch aan. Wij waren allemaal van clubjongens. En dat was wel... die wil om dat te bereiken. Ook dat de eerste keer is, was echt heel groot, ja. Ja. Hey, en het werd uiteindelijk 4-2. Ja. Het is dan ook wel natuurlijk, jij speelde bijna alles dat seizoen. Kalas die speelde ook veel. Maar het is dan misschien ook wel een hele mooie symboliek dat Van Nieuwenhuizen mocht keepen. Dat jullie als vrienden onder elkaar, ik neem aan dat Kortland op de bank zat. Ja, Koophens zat op de bank, ja. Ja, dat je dat dan als vier jeugdvrienden die op hun 12e begonnen zijn, mee mag maken, dat... Ik zou daar wel emo van worden. Ik wil geen woorden in je mond hebben. Ik zou daar zelf wel een beetje emo van worden. Nou, dat was ook heel emotioneel geweest, ja, in de kleedkamer. Ja. Er zijn wat tranen gevallen. Ja, dat geloof ik. Hey, en je hebt na die wedstrijd een interview gegeven aan SBS. En wij hadden de indruk dat jij het fantastisch vond. Ja, het is een mooi interview. Ja. Zullen we even naar luisteren? Ja. Mijn kinderen vinden het ook een geweldig. Die houden me vaak voor de gek. Het is fantastisch. Dit is gewoon fantastisch. Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar het is ongelooflijk. Gewoon fantastisch. Heb je heel lang, Job, verheugd om met RBC te promoveren, terwijl jij deze club gaat verlaten na jarenlang hier gespeeld hebben? Ik heb hier 12 jaar gevoetbald, maar ik denk dat er niks mooier is om zo de club te verlaten. Dit is gewoon echt fantastisch. Ik heb echt geen woorden voor wat hier gebeurt. Het is gewoon fantastisch. Ja, jij bent de man of the match vanavond geworden. Dat doet er eigenlijk niet toe. Maar we willen je de champagnefles graag geven, want je hebt hem echt verdiend. Je hebt twee fantastisch mooie doelpunten gemaakt vanavond. Dankjewel. Ik ben daar heel dankbaar voor. En kijk, die mensen, dat is gewoon fantastisch. En die mensen die thuis zitten, gewoon fantastisch. Maar volgend jaar speel je niet meer bij RBC, dan ga je naar RKC. Je speelt dan dus tegen jouw team. Wat zal dat met je doen? Ja, het zou wel... dan moet je er gewoon van hun winnen. Maar ja, ik vind het gewoon fantastisch dat we vandaag gewonnen hebben. Ik ben heel blij voor RBC en voor die jongens dat we gepromoveerd zijn. Dat is gewoon fantastisch. Kom je zelf uit Roosendaal? Nee, ik kom uit Bergen-op-Zoom. Maar dat ligt in de buurt en morgen is er een feest in Roosendaal, want op de Grote Markt worden jullie gehuldigd. Morgen staat heel Roosendaal op zijn kop en vanavond ook. Dit is gewoon niet meer normaal. Hoe ga jij het feestje vieren, weet je dat? Ik denk dat ik straks niet meer kan lopen. Dus ik denk dat dit het grootste feest wordt wat we... Dit wordt groter als carnaval. En dit wordt echt een fantastisch feest morgen. Hey, heb jij vandaag nog in de voorbereidingen deze wedstrijd lang getwijfeld of jullie het nog zouden halen? Of had je wel grote hoop? Ik wist voor 100% zeker dat we het vandaag zouden redden. Dat wist ik echt voor 100% zeker. Iedereen die stond er vol 100% achter. En iedereen zei het vanmorgen toen we bij elkaar kwamen. Vandaag gaan we het redden. En iedereen was er echt van overtuigd van. Het is gewoon fantastisch. Ook toen jullie op achterstand kwamen vandaag? Ja, toen dachten we wel eventjes zo. Maar toen we op 1-1 kwamen, toen dacht ik van... dan gaan we er ook overheen ook. Want dus we hebben dit jaar gewoon een fantastisch jaar gehad. En hoe we het nou afmaken, het is gewoon fantastisch. Ongelooflijk. Jovan, ontzettend bedankt voor je reactie. En succes volgend jaar met RKC, ook tegen RBC. Ja, dank je. Ja, fantastisch, fantastisch, fantastisch. Maar dat was het ook inderdaad. Op de tribune, op het veld... En er zijn nou jongens aan het voetballen trouwens hier in het stadion met minder talent dan John van Loenhout, als ik het zo even zie.
Als ze die bal, de bal raken, dan vliegt hij alle kanten op. John, het was fantastisch. Het is fantastisch. Wij zijn veel actief op social media. Ik heb een fotootje geplaatst tijdens dat Erik met jou in gesprek was. Daar is een reactie op gekomen van Ad Paantjes. En die zegt, bedank hem voor de prachtige herinneringen. Gaan een leven lang mee. En daar kan ik me bij aansluiten. Wat er toen gebeurd is in Rotterdam. De promotie voor RBC. In vele ogen van mensen in Nederland. Een lelijk eentje of een club die eigenlijk er wel was, maar er niet toe deed. Maar toen wel. Ja. Was dat voor jou ook zo? Ik bedoel, dat hele fantastisch in, natuurlijk in het moment dat je enthousiast bent. En dat je dat allemaal ook voor het eerst meemaakt. Maar RBC had naam. Iedereen in Nederland kende RBC op een gegeven moment. Ja, dat was gewoon geweldig. Ik denk dat ze RBC toch altijd een beetje een vereerde amateurclub. Daar merkte je ook wel. Daar merkte je gewoon aan andere clubs, zeg maar. Toen kwamen we eigenlijk helemaal tot bloeien. Ja. Dat was wel mooi. Ja. Vond het ook wel mooi toen wij promoveerden. Toen was Nederland natuurlijk. Die bereidden zich voor op het EK. In eigen land, 2000. En tot Van Hooijdonk na de wedstrijd een telegram scoorde van stuurde van gefeliciteerd. En jullie zijn een voorbeeld. Dat was ook wel heel mooi. Ja, heeft hij naar jullie toe een bericht gestuurd van jongens, top gedaan. Natuurlijk ja, die ook had een RBC-jongen. Die had hij naar RBC gestuurd, ja. Ja. Dus dat was ook wel leuk dat we die wedstrijd ook gezien hadden. Ja, precies. Dus dat is wel opgepikt door die jongens. Ja, ook, dat denk ik wel. Ja, 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 ja. Ja. Nou, dat zijn dingen die je dan meemaakt, waar je dus ook ineens in terechtkomt als jonge jongen. Ja, je merkt het ook wel. Want daarna, na die promotie, hebben we natuurlijk in Roosendaal gefeest. En daar, bij Chagall, ja, met z'n allen. Dus dat was wel ik kan me niet veel herinneren meer, moet ik zeggen, want het was echt geweldig. Mooi, hè, binnenstad van Roosendaal. Ja, nee, maar wij waren erbij. Wij waren er elke week bijna wel. Toen gingen we heel vaak in Roosendaal stappen. Maar daarna zijn we ook een week naar Mallorca geweest. En dan merkte je ook wel. Zijn daar nog beelden van? Of, nee, dat denk ik niet. Maar die mensen die daar Nederlandse bar hadden, ja, die wisten dat ook allemaal. En zelfs in de taxi in Amsterdam wisten ze. Die begonnen daar ook over. En waar kom je van? Dat zijn wij. En, dus dat was wel. Ik ben John van Loenhout, ik score veel. Nou, dat zei hij. Hij zei, die John, en ik zat achter. Dus dat was waar. Ja, hij zit hier achter. Nee. Dus dat was wel leuk met z'n allen. Maar die groep, die was. Ik heb nooit meer in een groep gespeeld die zo hecht met elkaar was dan toen. Nee, want jij hebt op dat moment had je ook al een andere groep waar je moest melden. Ja. Hè? Ja, RKC, ja. En, maar nog even daarover, hè, want jij had dus al bij RKC getekend. Dat was een eredivisionist, ja. Martin Jol, jonge spelers. In die tijd ook een team die vergelijkbaar was met RKC, of met RBC, maar al wel wat stappen verder had gezet. Ja, spijt? Of had je zoiets van dat was toen logisch? Of ik vond het namelijk, ik dacht, wat doet hij nou, weet je wel? Hij heeft nu eindelijk wat hij wil en dan gaat hij weg. Naar Waalwijk. Ik bedoel, ik ben verliefd op Roosendaal, maar ik snap ook dat het niet het mooiste stadje van de wereld is. Maar Waalwijk, daar wil nog niet dood gevonden worden. Ja, ik had daar gewoon een goed gevoel bij, ook bij de trainer. En er was dan toch wel bekend om jonge jongens die daar kansen kregen en doorbraken. En ik moet zeggen, een hele leuke club. Ik heb daar ook hele goede periodes gehad. En, het is gewoon misschien soms wel eens de verkeerde keuze die je maakt. Hun speelde 4-4-2, had ik me niet echt in verdiept. En, omdat ik ook heel veel met de RBC bezig was met de promotie. Want dat was een week voordat wij de na-competitie begonnen, had ik al getekend, zeg maar, bij RKC. En dat was zo. Maar ik heb er wel een goede tijd gehad, wel. Alleen achteraf voor mijn carrière zelf was dat niet de juiste keuze geweest. Nee, maar ja, goed, bij RBC blijven had misschien ook een. Ja, niet een deceptie, maar dat had ook wel minder uit kunnen pakken. Ik bedoel, je had nooit dat niveau vast kunnen houden als team. In de Eredivisie, dat hebben we ook wel gemerkt, dat jaar erop. Dus je had nooit die flow kunnen vasthouden, weet je wel. Ja. Ik bedoel, dat of niet? Ja, ik snap dat je het zegt, maar ik ben altijd, en dat gaan we nooit weten, ik ben altijd heel benieuwd geweest van wat was er nou gebeurd als die ploeg die promoveerde, als die grotendeels bij elkaar was gebleven met 1 of 2 of 3 gerichte versterkingen. Dan had ik het echt willen zien in de Eredivisie. Dat meen ik echt.
Ja, je zit me uit te lachen. Maar. Ja, ik denk dat de RBC dan nog bestaan aan, denk ik. Want ik denk dat door die promotie, daar is het denk ik de ellende begonnen. Hey, ja. In één keer gingen ze heel veel jongens aantrekken en hele dure jongens aantrekken. Ja. En dat kan een club als de RBC kan dat gewoon niet. Die hadden gewoon met diezelfde jongens en wat je zegt, gewoon drie versterkingen voor de as. Ja. Wat een belangrijk gedeelte van je team is. Dat hadden ze gewoon moeten doen. Ik geloof ik nog wel dat de RBC, als ze dat gewoon gedaan hadden, dat ze misschien nog wel bestaan hadden. Ja. Ja, we zullen het nooit weten. Nee, dat zul je nooit weten. Jij ging naar RKC. Martin Jol zei al, hè, de trainer die jonge gasten veel kansen geeft. Maar ja, het speelde een ander systeem en het lukte misschien net niet. Toen kwam je hier terug, ja. Na anderhalf jaar. Ja, ik ben toen een anderhalf jaar teruggegaan. En de verwachtingen waren heel hoog. Want ze hadden allemaal shirtjes bedrukt met Johnny's back. Johnny's back. En ik moet zeggen, er is me ups en down gedaan toen dat half jaar. En alleen toen ik toen kreeg ik mijn vorm weer helemaal terug. Net zoals toen ik weggegaan was. En dan weet ik nog goed de laatste wedstrijd voor de na-competitie hier tegen Heracles. Ik scoorde voor de 1-0. En toen scheurde ik mijn binnenbandje hier in mijn knie. En toen ben ik eruit gehaald. Toen ben ik zeg maar. Maar ik kreeg weer. Ja, ik had weer gewoon mezelfde niveau die ik had, zeg maar. Ja. Alleen toen raakte ik geblesseerd. En dat was gewoon echt heel jammer geweest. Want ik heb die na-competitie niet meer mee kunnen. Nee. Je hebt wel nog een legendarische wedstrijd gespeeld dat half jaar in de arena. Ja, tegen Ajax, ja. Een penalty in twee instanties gemaakt. Ja. Dat het speelde ook weer een heel goede partij. Ajax die onderschatte, werd een beetje onderschat, denk ik. En toen zijn wij heel zuur uitgeschakeld daar zo. Dat was gewoon echt heel jammer. Ja, met 4-3. 4-3. En ik herinner me een geweldige goal van Ramon Luiten. Of van Damien Van Hinter. Damien schot in de kruising, ja. Ja, ja, en Luiten die stond in de basis. Ja. Zo was het. En Den Oude scoorde volgens mij nog. Jij scoorde. Maar dat is wel zonde. Dus dat is best een contrast ook dan met 2000. Toen jij echt de man van de na-competitie was. Met, even uit mijn hoofd, in 6 wedstrijden. Dan 2 tegen Excelsior. 5, 5 goals. Nou hier. Dat was wel even balen. Ja, is ook zo. Ik moet zeggen, ik heeft ook wel een beetje mijn eigen schuld. Ik maakte die transfer en heel raar. Ik ging voor mezelf ook minder doen. Okay. Minder trainen buiten het voetbal. En hier wel, zeg maar. Dat was ik was heel erg gefocust om ver te komen, zeg maar. En dat verwacht ook iedereen, ook de journalisten en net zoals Derksen, die hadden ook allemaal verwacht van die gaat 2 jaar bij RKC spelen en daarna gaat hij weer door. Ja. Maar ik werd zelf ook gemak zegt. Ik speelde niet altijd, dus ik werd ook makkelijker. En daar heb ik toen, dus het is ook wel een beetje mijn eigen schuld geweest. En toen ik 2e jaar bij RKC. Toen speelde ik echt echt super goed weer. En toen speelde ik alles. En toen kwamen in één keer jongens terug van blessures. Toen werd ik eruit gehaald. En dat was echt niet terecht. En dat bleek ook wel wat de selectie zelf dacht. Want die hebben vaak aan die jongen gezegd, ja, John moet gewoon spelen. En het publiek ook. Want die hebben je echt wedstrijden lang alleen mijn naam, terwijl ik op de bank zat, zeg maar. Dus dat ging allemaal goed. Alleen, het heeft ook een beetje aan mezelf gelegen. Ik had gewoon keihard voor mezelf ook door moeten trainen. En toen ben ik naar VVV gegaan. En daar ging ik het weer wel doen. Ja. Mijn eigen helemaal. En toen kreeg ik weer mijn oude niveau terug die ik hier had gehad, zeg maar. En, dus het lag ook, je moet altijd ook veel in jezelf blijven investeren. Ja. En daar had ik gewoon meer, daar had ik wel veel meer uit mijn carrière kunnen halen dan dat het uiteindelijk geworden is. Ja. Ja. Dan had je misschien ook die stap terug naar RBC niet. Nee, Martin Jol heeft dat mij nooit vergeven, moet ik zeggen. Dat je toen die wilde dat echt niet. Oh? Die zei, je moet hier blijven, want... ik speelde dat jaar gewoon heel veel.
Ja. En toen kwamen die jongens terug van blessures. Dat was Van Wanrooy en Petrovic. Ja, die waren ook middenvelders. En toen werd ik eraf gehaald. En dat was niet terecht. Gewoon, ja. Want ik speelde gewoon elke wedstrijd speelde ik gewoon een goede wedstrijd. Ja. Dus ik scoorde ook een paar keer. En dat merkte je ook wel aan het publiek. Die waren daar ook niet mee eens. En toen heb ik te snel de handdoek gegooid, zeg maar. Ja. Ik had gewoon mijn geduld moeten hebben. En dan had het heel anders uit geweest. Want ik weet zeker, achteren is makkelijk praten. Maar dan had het wel goed gekomen ook bij XC. Ja. Nou, je kwam dus weer hier terecht. En je bent een van de weinige spelers die met RBC gepromoveerd is. Een van de nog weinigere die twee keer met RBC gepromoveerd is. Maar je bent denk ik de enige die twee keer met RBC is gepromoveerd. Maar niet één wedstrijd in de Eredivisie heeft gespeeld voor RBC. Dat is wel zonde. Ja, dat vind ik ook. Ja, het zijn keuzes die je maakt. Was het jouw keuze? Nou, ik had, denk toen we voor de tweede keer promoveerden. Toen wilde RBC ook dat ik zou blijven. En ik wilde zelf ook graag blijven. Alleen RBC die vroeg gewoon te veel geld. Dus dat is. Dus toen moest ik terug naar RBC. En toen heb ik. Toen zou ik niet meer bij de selectie zitten, zeg maar. Ik zei, joh, want die was eigenlijk. Maar toen heb ik mij in de voorbereiding helemaal teruggeknokt. Gewoon bij de selectie. Toen heb ik gewoon altijd bij de selectie gezeten. Totdat ik. Tot ik hoorde te spelen. Maar ik werd wel altijd als eerste ingebracht. En toen werd ik ook heel moeilijk. En toen heb ik ruzie gekregen met de trainer. En toen mocht ik niet meer. Geen wedstrijden meer spelen, ook niet in tweede. Met Jol? Gewoon alleen maar trainen. Dus en dat was Jol waar je ging? Ja, dat was Jol. En toen mocht ik alleen maar trainen, wel bij het eerste, maar geen wedstrijden in tweede. En toen moest ik een keer, werd ik op zondag gebeld, wil je meedoen, je moet morgen spelen met tweede. Want waarschijnlijk was er een club of zo. Die wouden gewoon zien of ik fit was en voetballen, dat weten we wel, maar je moet gewoon fit zijn. En toen was VV, toen scoorde ik 3 keer volgens mij gelijk. En toen heb ik mijn contract laten ontbinden bij en toen ging ik heb ik heel veel ingeleverd om weer te voetballen. Ja. Dus en toen ging ik naar VVV, wat een hele goede keuze is geweest, moet ik zeggen. Dat was gelijk. Maar uiteindelijk wel transfervrij dus. Het contract ontbonden. Ja, ik heb gezegd van ik moest zoveel inleveren. Ik zei ja, ik heb een goed contract hier, maar ik moet wel. Jullie geven mij wel wat mee, anders doe ik het niet. Ja. Dus daar heb ik ook wel een gedeelte meegekregen. Maar wel heel veel in moeten leven. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Want je wil, als je voetballen wil je gewoon voetballen. Ja. En dat gaat helemaal niet om geld. En toen ben ik daar naartoe gegaan. Ja. En daar heb ik twee geweldige jaren gehad. Eigenlijk. Ja. En daarna kwam de Graafschap, denk ik? Ja, nou, ik zou naar Engeland gaan. Ja, Barnsley toch? Ja, die waren gekomen in de na-competitie. We speelden tegen Helmond. We wonnen met 6-0. Dat was een geweldige wedstrijd. Dus die wouden de volgende dag gelijk zaken doen. En toen hebben wij hier in een hotel bij het station gesproken. Ja, dat was wel de kans van mijn leven. Ja, die ik. Ik heb wel eens ergens gelezen dat je zei van. Daar had ik me ook gewoon financieel. Ja, had financieel echt onafhankelijk kunnen spelen. Ja. En VVV die zeiden. Nee, die ze boden volgens mij toen £500.000. VVV zei: nee, dat doen we niet. Wij willen volgend jaar kampioen worden. En ik had alleen een optie in mijn contract. Dus ik denk als ik het aangevochten heb, dan. Maar zo zit ik niet aan elkaar. Want VV is ook goed voor mij geweest. Ja. En het was een goede club. En toen heb ik. Toen is dat niet doorgegaan. Hè. Dus dat is echt. Daar heb ik wel moeite mee gehad. Omdat ik weet nog goed de eerste twee weken van de voorbereiding. Het was Adrie Koster, een nieuwe trainer. Daar heb ik gewoon helemaal niks gedaan. Heb ik gewoon met mijn handen in mijn zak gewoon op het trainingsveld gestaan. Ja. Ja, joh. Ik was echt. Dat was gewoon, ja, dat maak je één keer mee. En het is gewoon, is gewoon niet doorgegaan. Ja, en nog los van de financiële component. Voetballen in Engeland. Ja. Ik heb er 3 jaar gewoond. Ja, is geweldig. Dat is dus, wel gaaf. Dus dat was ook natuurlijk dat. En toen ben ik uiteindelijk toch transfer weggegaan bij VVV, want ik wou niet, ik kon 3 jaar bijtekenen, heb ik niet gedaan. Dat had mede daar mee te maken. En toen zijn die Engelse clubs teruggekomen. Maar toen speelde ik zo'n verschrikkelijk slecht wedstrijd. Toen was het ook gelijk klaar. Dus, maar toen ben ik naar de Graafschap geweest en geweldige club. Ja. Echt topclub. Mooi. En daar ben je wederom mee gepromoveerd. Ja. En
in Doetinchem natuurlijk groot feest, maar wij vonden dat iets minder leuk. Ja, ging tussen ons twee, RBC en de Graafschap, ja. Ja, dat was het jaar dat, dat wij op een gegeven moment, denk ik, toch punt of 12 of 13 voor stonden. Ja. Maar uiteindelijk dat jullie in maart kampioen waren. Ja, ik weet nog wel, ik was toen zwaar geblesseerd. Ik had mijn kruisband afgescheurd. En we draaiden helemaal niet zo heel goed. En het eerste moment dat ik bij de selectie weer kwam na mijn blessure. Hey, ik moest weer dingen. Hebben wij niks meer verloren. Okay. Ik geloof dat wij 16 of 17 wedstrijden elkaar wonnen. Ja, man. En dus ja, ik kwam terug van de blessure. Dus ja, ze bleven winnen. Dus ja, die trainer zegt, ja John, je hoort in de basis staan. Maar ja, ik ga niet wissen. Ik zei, hey, je hebt gelijk, ik zou dat ook niet doen. Ja. Want ja, we bleven maar winnen. Ja. Dat was ongelooflijk. En hier in Roosendaal, daar maakten we echt het verschil. Ja. Van hier, toen wisten we van, nou, en toen zijn wij volgens mij 4 wedstrijden van tevoren kampioen geworden. Ja, het was afgrijselijk. Ja. Want wij hadden de eerste seizoenshelft was fantastisch hier. Het ging al wat minder tegen de tijd dat jullie op bezoek kwamen. Kwamen we 1-0 voor, Benjamin Magda. En uiteindelijk, ik geloof dat Jeffrey de Visser nog scoorde. Barry Powell die liep rond. John van Beukering, ja. Joost Volmer. Ja. En recht voor de Volta site. Hè, dus 1-0 voor, 1-1, 1-2. Powell had rood moeten hebben voor het tackle op de Lanois op het middenveld. Kreeg hij niet. RBC aandringen, 2-2 proberen te maken. En gewoon 10 meter voor de Volta site gaf jij ons de genadeklap in die wedstrijd. Ja. 1-3. Ik scoor altijd tegen Overploeg. Tegen VV scoorde ik ook. Was ook mooi. Ik ging toen met Dordrecht. Toen speelde ik nog bij Dordrecht. Maar daar ging ik voetballen. Tot ik anders een jaar niet kon voetballen. Dus ik was al gestopt. Maar toen belden ze nog. Zou je willen, want ik zat bij Baronie. Toen vroegen ze nog. Zou je nog willen voetballen, zeg maar. Toen zei ik, ja, is goed. Dus toen ging ik toch terug naar betaald voetbal. Want ik mocht niet meer naar een andere club. Een andere amateurclub. Dus. En toen was ook daar zo, op spandoek, John dit, en die speelde om de titel toen. En toen maakte ik daar ook de winnende. Dus daar waren ze ook niet zo blij mee. Eigenlijk. Ja, wat zei je? Dan had je me maar naar Barnsley niet moeten laten gaan. Ja, dat was toen, ja. Dat was, nee, maar ze zijn toch nog kampioen geworden, gelukkig. Dus, Maar die avond hier, die 1-3, dat was wel voor RBC een hele brute avond. Want dat was eigenlijk ook de avond waarop we wisten van, nou, we gaan geen kampioen worden. Ja. Maaskant kondigde zijn vertrek aan. Het was buiten het stadion onrustig, het was in het stadion onrustig. Het was een hele aparte avond. En ik weet nog, ik zei dat in het voorgesprek al, jij liep warm en jij viel in. En ik scandeerde jouw naam, want je toch een clubheld. En toen werd er gezegd van, hey Erik, die jongen die voetbal bij de Graafschap, zeg ik, je moet je bek houden, dat is John van Loenhout. En die heeft ons naar de Eredivisie geschoten. En 5 minuten later schiet jij die bal erin. Dus toen kon ik mezelf weer gaan verdedigen op de Volta-site. En uiteindelijk, even kijken, na de Graafschap komen. Je hebt nog in Duitsland even gezeten, denk ja, ik? Ja, bij Stralen, ja. Mooie, ook mooie, leuke club. Ja? Ja, ja dat was... Ja, wij waren eigenlijk een amateurclub, maar we speelden allemaal tegen Bayer Leverkusen 2, tegen al die grote clubs, zeg maar tweede teams. Gaaf. Dus was een hoog niveau ook, want wij wonnen ook oefenwedstrijden van VVV. Oh ja? Gewoon in de koel, ja, toen waren ze nog met een goede ploeg, met hoe heet die Honda. En zo. Ja, dus daar wonnen we ook gewoon met 2-1 van, dus dat was heb ik een hele goede tijd gehad, moet ik zeggen. En heb ik goed gepresteerd daar, ja. Kon ik ook blijven, alleen ik kreeg toen mijn tweede zoon. En ik reed gewoon altijd heen en weer. Van Bergen op Zoom naar Stralen, want dat was net over de grens bij Venlo. En, maar ik zei ja, ik ging om 9 uur weg, kwam om 11 uur thuis. Dus dat was een beetje te veel. Want wij trainden daar 2 keer. We hadden zeg maar voerprofs en ook jongens die werkten. Zeg maar. Ja. Dus dan trainen we om 6:30 en om 11 uur. Dus dat was... Maar het was wel een leuke, ik moet zeggen, ik vond het heel leuke competitie in Duitsland. Ja. Hey, toen jij bij FC Dordrecht zat, op een gegeven moment speelde jij daar met Marcel van der Sloot. Ja, 2 ex-RBC'ers. En ik kwam een oud interviewtje met jou tegen. Toen had BN de Stem jullie opgezocht om een beetje vooruit te kijken op de wedstrijd tegen RBC. En waarschijnlijk hebben wij die verloren hoor. Hebben jullie gewonnen. Maar... Ja, het was gelijk. Het was 0-0 hier zo. 0-0? Of 1-1 was dat. Speelden we wel goede partijen. Ik speelde toen zelf wel een goede partij, maar dat weet ik nog wel. Omdat ik keer terugkwam hier natuurlijk, was een hele slechte wedstrijd. Dat was bij ons volgens mij. Oké. Okay. Was een gelijkspel, ja. Maar je zei in dat interview van, ze zijn bij RBC vergeten wie hun helden zijn.
Of ze zijn hun helden vergeten. Wat zat daar achter dat je dat toen zei? Nou, ik vind bij RBC zijn ze toen in één keer wilden ze. Zijn veel mensen die bijvoorbeeld materiaalman Leo, zeg maar, die al heel zijn leven bij de club was, die moest ook in één keer weg. Ja. Mensen die altijd toen in die oude tijd namen ze afscheid van. Dan denk ik van ja, die moet je altijd vrijwillig zijn. Zo verschrikkelijk belangrijk. Ja. En dat vond ik wel jammer. Maar ik vond het ook, zeg maar, bijvoorbeeld als je het stadion inloopt, daar hangt dan een hele grote foto van Rodriguez. Dan denk je, ja, die jongen heeft helemaal niks gepresteerd voor RBC. Heeft alleen maar bakken met ellende en geld. En die hangt daar. En niet de jongens die, zeg maar, vanaf de jeugd helemaal alles hebben meegemaakt met de club, zeg maar. En dat vond ik... Ik vind dat moet je wel voor mensen die altijd hier gewerkt hebben tegen een hele kleine vergoeding, zeg maar. En de jongens die hier gepresteerd hebben, ik vind ja, die verdienen dan wel wat meer. En dat bedoelde ik daarmee, zeg maar. Ja, ja, ja. Want op een gegeven moment eindigde jouw carrière. Het is nu 2020. Je doet nog dingen bij MOK, geloof ik, hè? Of heb je gedaan? Nou, ik ben jeugdtrainer geweest van MOK, zeg maar, van zoontjes. En daarna heb ik de B1 gedaan van MOK, hebben we heel goed gedaan. Daarna heb ik de A1 gedaan. Daar zijn we voor het eerst gepromoveerd naar de derde divisie. Dus dat was een heel mooi, was eigenlijk mijn eerste jaar als trainer. Alleen, je moet je papieren halen. En die heb ik wel. Ik heb mijn oefenmeester 3. Alleen, iedereen zegt ook zo, je moet echt je papier gaan halen. Want je hebt gewoon echt iets als trainer. Alleen, ik vond het verschrikkelijk, die cursus. Dus daarom doe ik het gewoon niet. Ik zou het hartstikke leuk vinden om trainer te worden, maar nee, ik heb gewoon geen zin om die papieren te halen. Ja. Dus gewoon, ik vond dat... je ziet ook heel weinig creatieve voetballers die trainer zijn. Dat zie je bijna nergens. Het zijn altijd of keepers, of verdedigende middenvelders, of verdedigers. Waarom zou dat zijn? Ja, weet ik niet. Zou dat zijn omdat die misschien ook minder op hun creativiteit kunnen vertrouwen, dus ook meer na moeten denken dan? Ja. Zo van, hoe kan ik het op een andere manier redden Het is in het veld al? Ja, die houden zich vast aan een papiertje, hè? Ja, ik heb helemaal mijn eigen dingen, hoe ik speel. En tot nu toe is dat altijd heel goed uitgepakt, zeg maar. Ja. En, alleen ik wil gewoon papieren niet halen. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat jouw binding met het voetbal is omdat je zoontjes nog voetballen en je bent een ook wel een MOK-man, toch? Ik heb gewoon een goede tijd bij MOK gehad en ik heb nu alleen mijn kinderen met twee, de oudste voetbal in de onder 17-1, de middelste in de onder 13-1 en de jongste die zit bij Feyenoord. Dus die speelt bij Feyenoord? Die speelt bij Feyenoord, ja. Oh, wat gaaf, joh. Ja, die kon echt alle clubs kiezen die maar wilde, ja. En dan gaat hij naar Feyenoord? Ja. Gaaf, ja. Gaaf. En zie je iets van jezelf als voetballer terug? Zijn ze linksbenig? Nee, ja, de middelste is linksbenig en de twee anderen zijn rechtsbenig. Maar die kleinste kan ook wel redelijk met links schieten. Maar dat is wel een talentje, ja. Gaaf, gaaf. Maar je komt dus eigenlijk niet meer hier bij RBC? Nee, nooit, nee. Dat is, nee. Dat is zonde. Ja, ik ben wel eens... Door Edwin Spitters ook wel eens gevraagd of ik de jeugdtrainer wilde worden of iets wil doen. Maar ik zit bij MOK en ik heb daar gewoon een hele goede band mee. Ik ben ook bij MOK gestopt omdat ik mijn kinderen elke week wil zien voetballen. Ja, ja, tuurlijk. Ja, John, het hele verhaal is voorbij gekomen. De jonge jaren bij RBC, het hoogtepunt met de promotie en jouw verdere voetballeven. En ook wat je daarbuiten een beetje gedaan hebt. He, wij zijn van de podcast, van de nostalgische momenten, van de romantiek. Wat is nou voor jou het RBC-gevoel? Als jij nou terugdenkt aan die tijd op de Luiten, in de Kalsdonk, wat doet dat nog met jou? Is dat nog iets wat je dierbaar is? Ja, ik vind die eerste periode van mij bij RBC was gewoon vanaf die jeugd tot en met de promotie in 2000. Ja, dat is gewoon... ik kreeg er nog wel kippenvel van, gewoon, maar ook gewoon alle mensen die met wie je daar was. Hey, gewoon heel hecht van de mensen die je naar de training brachten. Dus dat is een heel warm gevoel van de. Er zit een
Het is een heel warm gevoel die ik aan de RBC overhaal van die periode. En ja, dat was gewoon een geweldige tijd in mijn leven, moet ik zeggen. Ja. Ja, er zijn heel wat namen voorbij gekomen, heel wat clubs ook. Toch even een klein rondje. Beste voetballer bij RBC waar je mee samen hebt gespeeld? Ja, samen vond ik toch wel Damien. Ja. Damien Hertog. Damien vond ik wel een goede, kon ik echt goed samen mee spelen. Ja. Vond ik een goede speler. Beste trainer? Ja, voor mij is Maaskant vond ik een goede. Adrie Koster vond ik ook, Martin Jol vond ik ook een goede trainer. Hey. Ja, er zijn er wel meer. Poortvliet, omdat hij gewoon zoveel passie had. Maar van alle trainers, ik denk niet dat een trainer je beter maakt. Ik denk dat je gewoon jezelf beter maakt. Ja. Wat jezelf, wat heb je er allemaal voor over? Nou ja, mooiste stadion waar je ooit gevoetbald hebt, daar hoef het niet over te hebben, want het is de Luiden natuurlijk, hè? Wat dat betreft, is er nog iets wat je zelf nog kwijt wil of wil zeggen als het over RBC gaat en dan vooral die jaren 90? Wat is er nog bij jou blijven hangen wat je kwijt wil? Ja, kijk, hier heb ik natuurlijk wel de. Hier ben ik begonnen. Hey, op de Luiten begonnen. Was gewoon. Ik ben daar heel dankbaar voor. Hey, dat de mensen. Hey, je hebt natuurlijk heel veel zelf gedaan. Want en je ouders moeten natuurlijk erachter staan. Dat is gewoon super belangrijk. Die altijd steunen. Maar gewoon. Ik heb heel veel plezier gehad. En dat is denk ik voor mezelf heel belangrijk geweest. Ik heb heel veel plezier in het voetbal gehad. En bij hele leuke clubs altijd gespeeld. En ik heb wel mijn mooiste moment bij RBC meegemaakt. Dat is gewoon het mooiste moment. Niet iedereen maakt dat mee. En ik heb het toch een paar keer meegemaakt om te promoveren of kampioen te worden, zeg maar. Maar ja. Nou, Erik en ik zijn bezig met een motie voor Kees Vermunt. Een standbeeld, een eerbetoon voor Mr. RBC. Ik heb jouw verhaal ook net aangehoord. En ik weet zeker dat ons volgende initiatief, onze volgende strijd, ons volgende avontuur wat we gaan beleven op dat gebied, is een hele mooie grote foto van John van Loenhout. Eind jaren 90 in actie. Misschien wel net voordat die schuiver tegen Excelsior binnenviel. Hier in het stadion of bij het sportveld of waar dan ook. Iets waar de jonge gastjes van RBC nu komen. Dat ze wel zien dat John van Loenhout inderdaad belangrijker voor RBC is dan Fortes, Rodriguez of Nascimento. Ja, okay, ik vond dat vind ik, maar dat is met veel spelers, zeg maar. En je moet altijd de mensen, alle mensen, vrijwilligers, maar ook gewoon de spelers die veel betekend hebben voor de club. Dat is gewoon ook een waardering naar die mensen toe, vind ik. Vind ik wel belangrijk. Nee, het was een mooi gesprek. Het was een heel mooi gesprek. Het was een mooi gesprek. Ik vond het heel mooi dat hij nog heel veel wist. Ja, hij wist veel. En hij wist veel vooral van details. Waar jij van bent. Ja. Jij hebt vaak dingen paraat. Jij weet veel dingen. Jij hebt dingen voorbereid. En hij wist ook veel dingen. Hè? Want hij had ook dingen waarvan wij dachten van wow, shit, weet je wel. Ja. Had ik niet gedacht. Nee, klopt. En daar, ik zag aan hem dat we daarmee ook een bepaalde geloofwaardigheid kregen. Ja. Waardoor hij ook weer nieuwsgierig werd naar wat wij gingen zeggen. Ja. Dus het was, hij zat er echt. Kijk, want Maaskant was ook een topgesprek. Was natuurlijk een hele ervaren. Dat is een spreker. Dat is, precies. Ja. En Kaiser ook. Maar dit was echt gewoon een. De mensen hebben het net kunnen horen. Terwijl, mag ik hem inmiddels vriend van de show noemen? Of gastheer van de show, Corné Verhaert? Nou, zeker. Dankjewel voor de koffie, zo vroeg op de morgen. Hè? Ja. Ja. Nee, zeker, super, super. Zeker. Ja. Komen we zo meteen even binnen drankje doen, Corné. Ja. Twee dingetjes nog, hè, kort. En dan sluiten we af. Want anders dan duurt die aflevering veel te lang. Ze zeggen wel eens, je helden, die moet je eigenlijk niet ontmoeten. Nee. Nou, ik vond. Ben je achteraf blij dat je hem ontmoet hebt? Ik vond het wel moeilijk, ik zeg eerlijk. Hè. Ja? Dit vond ik heel moeilijk. Ik heb met hem gesproken over de telefoon. We hebben dat geregeld, het werd even uitgesteld. Het gaat dan weer door. Het is onze eerste aflevering na onze zomerstop. John van Loenhout is voor mij. En ik heb dat ook op social media gezet. Nou is dat niet zo heel belangrijk, maar ik meld het hier toch even. Ik heb van mensen, van leden van het Koningshuis, tot Rutte, tot Van der Poel, tot John de Bever, tot René Schuurmans, tot de burgemeester van Amsterdam, weet ik van wie ik allemaal geïnterviewd heb, ja. In 10 jaar tijd. John van Loenhout was wel even een dingetje, hoor. Ja. Hè? Maar als je er nu op terugkijkt, als je nu opnieuw zou mogen
beslissen? Zou je hem dan nog een keer willen ontmoeten? Of zou je dan willen dat het die mythische figuur blijft die weliswaar dichtbij was, maar waar altijd een hek tussen stond waar je niet echt bij kon komen? Het is voor mij een mythisch figuur. Dus ik ben blij dat jij het gesprek hebt kunnen leiden. Daarvoor dank. Ik heb het met plezier gedaan. Nou, je deed het ook goed. Dankjewel. Ik hoop niet dat je denkt van dit wordt nou een solo activiteit. Nee, want ik hoor dat je je praatjes alweer terug hebt, vriend. Dus, ik ben wel één ding vergeten. Weg zijn. Ik ben wel één ding vergeten. Dat is aan Johnny vragen of hij een teaser wil inspreken. Dat zijn we vergeten. Dus ik was misschien ook een beetje starstruck. Godsodemieter, dat is minpunten. Zou hij dat alsnog willen doen? Denk het wel. Ja? Zullen we hem gewoon vragen? We zullen hem gewoon vragen. We hebben twee actiepunten. We moeten het hem vragen. En we gaan kijken of wij een mooie... Een mooi eerbetoon aan John Vloenhout. Ja, een mooie foto of zo. In mooie gang. Foto. Ja, perfect. Komt goed. Hey, de kop is er weer af, vriend. Dit was de eerste van velen. Ja, ik vond het echt top. Ik vond het echt leuk. Serieus. We hebben van 11 tot 1. Gewoon 2 uur aan het stuk zitten ouwehoeren. Heerlijk. Ik denk dat hij te laat bij de kapper was. We gaan snel naar binnen bij Corné, hè? Gaan we doen. De een zit in het uur. Zoals kijken of als je de jukebox nummer 100 intoetst, of je dan nog steeds de toendra's te horen krijgt? Dat denk ik wel, ja. Zullen we eens even gaan kijken? Ja. Oké, jongens. Hey, dag en bedankt, Zeta Witte. Joe.